Daar moest je gewoon groeten. Want in mijn SO deed ik je ook nog wel. Ik heb 4 keer zo gestart. Dat was ook grote bek. Ik heb, Eén keer ben ik echt letterlijk met 10 bieren achter de bar vandaan geplukt. Omdat ik een plekje ga je gaat nu. Ik moest alle tegen, hoe heet die kerel? Van Marco. Die was ook altijd sladder zat op zijn bar. Makkelijk, denk ik. Hoe zag hij eruit? Ja, dat kan, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn lengte of langer? Weet ik meer. Je had een groot autootje rond, een hele lange blond. Die blonde. Ja. Die had ik al een heel raar dingetje. Dat was mooi. Die ook zelf nog baby's, flesjes en weet ik het allemaal. Ja, dat doe je niet. Ja. Dat klopt, die heeft hier ook een mooi een luier op gemaakt. Zoiets, ja. Een flesje met Bacardi Cola in de box. Dat weet ik niet. Ik heb ooit 1 jaar heb ik zo gereden. Best goed ook. Toen heb ik bij Hippo een paard gekregen dat niet werd losgereden. En ik heb een vreselijke bot. Sindsdien heb ik geen SOS meer. Behalve hier. Mark vond het ook niet eten om die kut te springen heeft hij gewoon heel veel gehoord. Ja. Maar hij zit ook gewoon, hij krijgt hem gewoon af. Hij is beter dan 100 kilo groot dan de haak, weet je wel. Die ging er niet op de vraag af. Je beugels te lang of niet? Nee, ik wel. Nee? Kort zijn ze te kort. Oh, oké. Okay. Soms zag het er zo uit van. Want daardoor ga je ze ook naar buiten, naar voren steken. Ja, maar dat doe ik altijd. Oh, oké. Okay. Die neiging heb ik gewoon. Kom op. 1, 2. Ga je doen? Je moest toch al op? Nee, nog niet. Oh. Ik. Nou. Oh. Ja. Ik vergeet te filmen. Ja, dat kan. Niet altijd tussenuit een paar.